Perry van Gool van Willem II bevestigt dat Carlos Albers de kandidaat is voor de functie van technisch manager. Tijdens de persconferentie van de club werd Albers gepresenteerd. Algemeen directeur Perry van Gool legt uit waarom Carlos Albers de beste keuze was voor deze functie. Nou, Carlos heeft denk ik een perfect profiel om de functie van technisch manager bij ons in te gaan vullen. Het is een echt voetbaldier. Hij heeft natuurlijk heel lang heel veel wedstrijden betaald voetbal bij NEC gespeeld. 7 jaar ervaring ook als technisch manager al op eredivisieniveau. En goed, dat bracht onze toe om hem aan te stellen. Nou, we hebben diverse gesprekken gevoerd. Hè? Dus met diverse mensen zeg maar, van raad van commissarissen en directie. Nou, Willem II heeft er ook gewoon de tijd voor genomen om te kijken naar andere kandidaten. Dus er zat wel wat tijd tussen. Alleen de afgelopen dagen is het heel snel gegaan. Om dinsdagavond kreeg ik een telefoontje van Perry van Gool. En maar gisteren hebben we elkaar gezeten. En gisteravond was alles zeg maar rond. De nieuwe technisch manager geeft aan welke doelstellingen er zijn gesteld voor komend jaar. Nou, ik wil zeg maar invulling geven aan de doelstellingen zoals die zeg maar door de Raad van Commissarissen, door de club zijn gesteld voor technisch beleid. Dus dat is spelen in de Eredivisie. Nu ook zeg maar met name de voetbalacademie, zeg maar, om dat zeg maar stappen in te gaan maken de komende jaren om in ieder geval dadelijk weer een aantal talentjes dat we die in het stadion kunnen zien spelen. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste doelstellingen met daarbij. Nogmaals, een gezond financieel beleid. En dat is ook voor Willem II gewoon heel erg belangrijk. Albers heeft niet lang hoeven na te denken, maar moet nog wel even wennen aan de Tilburgse club. Omdat je gewoon een bepaald gevoel hebt bij een club. En het is daarbij een club met een gewoon hele mooie historie. Dus gewoon een mooie club. Dus wat dat betreft, dat gevoel is prima. En dat moet alleen nog een beetje gaan groeien wat betreft de Tilburgse. Huh?